Zou ik van u mogen een kalfsvleeskroket, een rundvleeskroket, satékroket, vitaaltje, kipkroket, een nasi, een speciaaltje, een bami, frikandel, kaasoufflé, kipcorn, kroketburger, grillburger, kipburger, salaburger, satéburger, kipsatéburger, cheesy, grillburger speciaal, cheeseburger, een kipburger. En dan los graag ook nog één plakje cheddarkaas. En dan een milkshake aardbei en banaan. Oh, en chocola en vanille. Als ik het zo even goed bekijk, wilt u eigenlijk alles bestellen? Ja. We hebben hier 4 enveloppen met 2 kleuren, rood en geel, en dat zijn de teams. Dus pak maar. Ik wil met Milo. Ik wil nooit met Milo behalve met deze eenheid. Het boeit me echt gekloot. Ik weet het team wat met mij zit dit sowieso. Zal ik al eerst openmaken? Als ik niet met Milo zit, kan ik beter stoppen. Ik ben team rood. Dat had u wel niet verwacht. Hoor je, nu heb je nog maar 1/3 kans dat ik met Milo zit. Dat is maar 1/3 dat hij ook rood heeft. Zal ik hem openmaken? Ja. Oh! Nee. Ik heb al verloren. Nee, ja. Het is al gespeeld. Nee. Ik ben hier zo blij mee, weet je waarom? Niet omdat hij voor eet, maar ik kan helemaal die vega dingen kwijt. We zitten toevallig wel goed. Dat wisten we niet van tevoren, mensen. Dat jullie denken dat het allemaal script is. Nee, het is niet voetbalvideo script je niet. Eetvideo script je ook niet. Hey, wij hebben daar de iconische snackmuur. En in die snackmuur zitten allemaal verschillende snacks, drankjes, ijsjes, alles. En ijsjes? Wij moeten 4 op een rij gaan spelen. Ze zijn aan het smelten, denk ik nu. Nee, die zitten er nog niet echt in, man. Die worden dan later. Net zoals bij 4 op een rij doe je omste beurt als team een zet door een raampje te openen en deze vervolgens te claimen met jouw kleur. Het item dat achter het raampje zit, moet je opeten. Verder werkt het spel alsof het een echt potje is met zwaartekracht. Dus je kunt alleen het onderste lege vakje van een rij claimen. Degene die als eerste horizontaal, verticaal of schuin 4 op een rij heeft, wint. Ik vind, aangezien wij samen denk de helft wegen van jullie, dat wij mogen beginnen. Kies jij maar eerst. Ja, ik ga kiezen. Kies jij maar eerst. Wat is tactisch? De tactisch is een beetje midden, toch? Okay. Hoe gaat het open? Hoe gaat dit open? Man, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oh, frikandel! Ik ben een warme frikandel. Mag ik ook zout bij? Wat drinken of zo? Nee. Mag niet. Zal ik gaan? Ja. Roe? Ja. Roe, wat is tactisch? De bovenop leggen? Daarnaast doen? De bovenop. En dan jongens, ik jank hem open. Hoppakee. Oh, leuk. Dat is chill. Het is wel relaxed, maar ik had wel zin om te eten, man. Kijk eens even. Hoe vond je hem? Nou, echt wel lekker, frikandel. Hoppakee, die plakken neer we de bovenop. Man, jammer. We gaan deze doen. We gaan die doen. We hebben al 2 op een rij. We zijn er al bijna. Hup! Nee, met deze lekker broodje. Die is heerlijk handzaam hoor, dat is een heerlijk ontbijtje. Dat is een grillburgertje. 2 op 5 voor ons. Ik heb alleen gemaakt met een blik sherry cola weggebeuken. Niet gezond. Hoe lang heb je al niet gegeten? Dat is zeker 3 minuten. Hé, wat is tactiek? Je moet sowieso eentje ernaast doen. Doe maar die linksonder, dan gaan we schuin naar ook over. Even nu niet naast het heb je al verloren. Oh, wat een fantastische tip. Hey, Malon. Bijna. Moe, laatste slok. Ga maar. Ja. Wat is dit? Een frietje? Ja, mooi, die hoef ik niet. Oorlog met uitjes. Oh, lekker. Zo. Roe, dit is een mooie beuker voor jou. Een mooie bak friet. Hé, Matt, zal ik gaan voor die. Zal ik er 3 van maken? Ja, maak er 3 van. Dan zitten ze echt te zwaar. Ja, zij moeten dan maar in. En dan hebben ze echt een poepbeurt waar ze gewoon niks mee kunnen. Nee, eens. Ja, het enige wat jullie doen is dat jullie ons geen keus geven van het vakje. Komt ie? 3, 2, 1. Ah! Ja, dat is wel simpel. Jezus, man. Ik word genaaid. Zo, 3 op een rij. Die uitjes zijn lekker, die smaak heel goed. Dus dat je de rest van de dag ook die smaak nog op wat boeren bent. Het smaakt echt heel erg naar een... Nee. Ik weet het echt niet. Het smaakt echt heel erg naar... Nee. Nou, het is niet chips, maar dan zonder chips en zonder chips. Dit is wel echt een hele vervelende moet zijn. Hoe heeft het bijna op? Dan mag ik weer. Een lekkere laatste schoep. Ja. Daar gaat hij hoor. Open dat ding! Hada! Ik trek hem er echt uit! Een kimburger, of niet? Ja. Oh, geluk. Oh, hij is wel een beetje, qua smaak, een beetje vega-achtig of zo. Oh, dit is niet goed. Oh, dit vind ik niet lekker. Nee, dit is met helemaal soja of zo. Een notenburger. Jezus, Anus, man. Wat is die ui? Eet even door. Ja, gozer, ik krijg hem niet weg, man. Ja, Milo is hier een soort sandaal aan het eten. Dit is echt niet te nas. Wat zit hier voor onderzetten? Nou, Milo, er is geen diertje voor gestorven. Nee, dat vind ik juist kut. Ik wil dat die dierartsen voor pijn lijden. Zo scherp. Holy fuck. Ja, het is een verse. Dus is het vocht nog. Mevrouw, u kan wel kijken, maar u krijgt helemaal niks, hoor. Nee, ik krijg niks, hoor. Van die e-spec. Gaat u naar de middelbare school vandaag voor het eerst? Je hebt tot middelbare school een rugzak nodig. Ik snap niet dat je het niet allemaal in één keer in je bek kan. Omdat dan ga je echt dood. Dat denk ik niet. Waarom is het allemaal in je mond? Je doet het niet als je poep heet. Dan heb je liever dat het heel snel voorbij is, denk ik. Nu ja, dat is het. Nu heb je heel lang er last van. Kijk, ken deze NPC's. Oh nee. Ja, lijkt me die gast van Harry Potter. Oh, nee. Die zwart hagen, die met de rare tanden. Marcel Lubbermans. Ja, Marcel Lubbermans. Ja. Oh, kom! Ik moet wat drinken. Ja, dat kan niet. Dat is het spel niet. Ik mag altijd naar de wc rennen en een beetje uit de kraan drinken. Dat mag altijd. Ik heb geen wc. Oké, okay, als ik een blikje heb, mag jij meedrinken van mij. Ja, ik neem wel 1 hap. Moet je nog een hapje? Maar dan is wel goed, dit is wel op, toch? Ja, dit is op. Gadverdamme. Ja, dit is op. Je bent toch een peer. Goed gedaan, jongen.
Toffe kerel ben jij. Knap hoor. Man, wat ga je doen? Ik heb een idee. Maar welke dan? Ik ga deze doen. Ja, wat ook mijn idee. Hé, wij zijn slim, hè? Diep universiteit. Komt-ie. In 3, 2... Drinken. Kleine seizoensmaak milkshake. Oh! Lekker wegspoelen. Seizoensmaak is uit. Ja. ik baal echt dat ik hem beloofd heb aan jou. Ik wil gewoon één slokje. Kom je helemaal. Seizoensmaak. Ik ga even proeven wat de seizoensmaak is. Mag ik niet eerst? Nee, ik mag niet. Dit rietje is zo dik, die past echt mijn lul doorheen. Ja. Ik ben zo benieuwd. Even niet zeggen wat het is, want misschien dan gaan we tegelijk zeggen wat het is, oké? Ik heb geen flauw idee welke smaak dit is. Neem jij eens even lekker een teugje ervan, dan moet je tegelijkertijd zeggen wat het is. Weet je het? Hij proeft alleen maar uit. Koen denkt het te weten. Is het framboos? Mat maar nog één keer geproefd. Kaneel, vriend. Kaneel? Kaneel. Ja. Hij zegt het is framboos. Zo is de kaneel. Doe eens het vega burgertje. Hatskedee. Oh. Nu ja. Ga ze dat doen. Hey, moet je een tactiek overleggen? Ja, nou ja. Ik denk dat dit voor ons een goede keuze zou zijn. Dat is een goede keuze. Kijk. Die is heel hard klaar. Barmikroket. Ik weet niet wat het is. Ik denk iets vega. Dit zit niet uit als iets wat je wil eten. Barmikroket. Oh, wel lekker hoor. Ik drink het laatste slokje op en dan is Koen weer aan de beurt. Ah, die NPC's lopen niet toevallig weer langs. Hey, lijkt wel een beetje op Marcel Lubbermans. Marcel Lubbermans. Kijk, hij is op. We weten er allemaal, als wij deze doen, dat is kut. Dat moeten we niet hebben. Als wij die doen... Ja, dan leg ze hem erop, hebben ze ook al drie, hè? Ja, is ook kut. Dus die twee vallen eigenlijk af. Ja, ik kan ook die doen. Blok die bovenste maar, die is goed. Ja hoor. Komt die. Broodje bal! Maar het is in ieder geval een stuk beter dat er niemand aan het kijken is voor de... Ja, niemand voor de deur staat. Goh, in me! Oeh, er zit wel smaak. Er zit weer ui in. Waar heb jij zin in, Milan? Want mijn Barmy kroket is op. Is het een heel gek idee om deze te doen? Ja, doe. Die is goed hoor, want dan bouwen we aan een nieuwe lijn. Dan bouwen we twee schuine lijnen boven elkaar. Ja. En op een gegeven moment hebben we ze stuk. 1, 2, hoppakee! Satéburger. Oh, dat is echt een authentieke satéburger. En oh, weet ik, mijn tanden erin zitten dat het weer zo'n vegan bullshit ding lijkt te zijn. Haba! Dit is een hele goeie. We hebben een blok. Die is echt we hebben een solide blok in mij. Kijk die paniek in die ogen. Ze zeggen ook even niks. Ze zijn even muis stil. Muis stil. Dat is graag, man. Niet meer lopen. Lopen we weer. Mark dan weer, man. Lekker zwerkballen, joh, idioot. Gelijk naar je ouders toe, Marcel. Ze doen er niks. Ze zitten echt in het probleem. Ze kunnen ook niet zorgen. De lul, man. Laat ze hap. Ik ga het voor deze doen. Ja, moet. Ik heb het, ja, moet. We kunnen hoogstens nog wachten tot zij blunderen. 3, 2, Wat zeg ik daar dan? Dat is vega. Misschien kunnen zij straks niet meer eten en dan moeten ze wel opgeven. Ja, ik heb Milo met team, joh. Wat denk je nou? Leg hem maar gewoon links daar, joh. Jezus, anus. Oh mijn god. Oh, die is lekker, zeg. Oh, dit is even lekker, zeg. Dit is eerlijk. Die kan niet meer eten na. Godverdomme. Dit is een dubbele. Dit is een twee burgers. Hoe gaat het? Snel eronder en dan is het een 1 tegen 2. Lekker, man. Ja hoor. Tot de laatste hap erin. Goed hoor. Snel door, want we hebben wel iets te doen. Wat ik nu ga doen zal niet voor veel mensen als een verrassing komen. Ja, ja, sorry. Lekker makkelijk. Bedoel dat je een andere doet. Oké. Okay. Nee, doe maar die. Komt die. Jezus, allemaal kazenvlees, maar echt veel. jongen. Ik heb nog niks gedronken in de tussentijd. Hopper. Dit is een spicy kazenvlees, zie je toch? Ja. Oh, lekker. Die spik je weer, hoor. Oh. Laat je niet fluiten. Nee. Dat is wel lekker. Hè? Lik hem. Balletje. Is die. Ik neem die van jou de volgende. Ja, maar hey, ik wil die gelikte. Ja, dat is goed. Dus zo zie je, het is een team effort, hè? Ja. Hey, joh, verdomme, hij is weg. Check. Ja, lekker. Wel vettig. Ah, hij is vettig, maar vettigheid kent geen tijd. Roep! Ja, dat zou ik doen. Kijk, je kunt die schuine lijnen doorzetten. En het irritant is dat hij, als ik nu deze doe, kan hij natuurlijk meteen deze onderbreken. Dat is op zich niet geen ramp. Ik zou hem alsnog doen. Alsnog doen? Ja. Hoe komt hij aan? Hoepakee! Een frietje speciaal! Ik wil geen friet. Hey, lekker! Ui! Moesten ze niet ui af of zo? Die hebben ze gewoon overal bijgeflikkerd. Ja, jezus man. Jezus. Mensen, we gaan voor deze. Want hier blokken we een rij mee. Hoe dan ook zitten we in de snot. Ik heb zoveel zin in een colaatje. Colaatje. Boem! Zo, mijn stem slaat er van over. Dat is een kroketje. Dat is lekker hoor. Die eet jij dan van mij op. Ja, hoezo? Kom maar. Je ziet hier iets ontstaan. Ineens ziet het er wel heel anders uit. Er ontstaat hier iets. Ik zie echt een groot probleem ontstaan. Het leuke van het spel is dat je als je gewoon één verkeerde zet doet in het begin, dan loop je heel achter de feiten. Lekker Milo. Laatste frietje. Boem! Wij hebben nu een keuze. Wat ik denk, hè? Ik ga nu gewoon open denken, want dit gaan zij ook zien. Je zou zeggen, hier misschien. Nooit doen. Dat is de allerlaatste die je moet doen. Deze. Dan moeten zij hem hier op leggen. En dan, wat hebben ze? Dat is toch voor een hartstikke goeie? Nee, tuurlijk niet. Dan kunnen wij hem daarna hier leggen. Maar dan kunnen zij toch die schuine lijnen beneden maken? Ja, niet. Als wij hem daarna hier leggen. Dat is de allerdomste die je kan doen, maat. We hebben twee lijnen lopen in en met één beurt met je allebei die lijnen. Hij snapt het spel niet. Welke zijn we dan willen doen? Nee, doe gewoon, Rob. Welke zou je moet het zelf weten, jongen. Je moet het zelf weten. Welke zou jij willen doen? Dan ga ik helemaal rechts of zo. En rechts moet je nooit
niet doen. Doe je toch lekker die. Doe die en dan leg ik daarna uit waarom het dom is. Bruh. Hij doet hem echt, jezus, aardig. Oh, het is ook vooral heel veel eten. Wat heb jij, jongen? Oh, dat valt mee, hoor. Drie chicken wingskes. Er zit een bot in. Wat heeft hij verneukt? Jij zegt alleen maar, je verneukt het. Ja, en als ik vraag, welke optie, zeg je, niet. Het maakt niet uit. Elke behalve die was beter geweest. Elke behalve die. Maakt niet uit, prima. Dan eten we toch nog wat langer. En je weet wat je te doen staat? Stop die counter aanval, hè. Stop die counter. Ja. Hey, Mogol. Gast, er staan er nog drie op een rij. Ja, oké, okay, ja. Ik dacht even dat je een roentje ging. Ja, hoe? Klaar, hoor. Ja, hoor. Papa! Weer een frietje. Ja, ik help wel mee, want het gaat anders super lang duren. Ja, beter. We hebben gewoon weer lang. Of zijn niet dezelfde mensen? Elke middelbare scholier lijkt ze mij op elkaar. Dat vind ik allemaal lekker. Dit moet worden aangepakt. Zullen we een keer wisselen? Jullie de hele tijd kunnen eens bestuderen. Wij moeten elke omkijken. Wij kunnen de hele tijd in het spel van kijken. Ik ga een hele onverwachte zet doen. Alleen ik moet even wachten dat onze kip heeft weggekluifd. Maar hij gaat wel hard. Zo, je hebt er al twee op, maat. Ja. Ah, jij bent een strijder. Ja, ik zag ook. Ik heb nog heel veel aan doen. Eigenlijk is even roel het hele potje omgedraaid. Oh, hij heeft het echt helemaal verneukt. Wat jij nou weer aan doen? Zit je diep in die camera te kijken toen je je lippen aflikt, jongen? Gaat. Iets voor een viezigheid. Hij wil wel fanheads. Hij wil fanheads. Ik wil geen fanheads. Ja hoor! Ja. Zou je het fijn vinden als er gewoon, even los van de fangirls, als er gewoon nu door onze eigen dat al een fanheadje wordt gemaakt? Nou, als het... Ja. Watermelon sugar. Baby, do you wanna be mine? Ik ga deze op mijn TikTok zetten. De botten laten klikken. Oh, dan wil jij een goede tactiek maar zien. Ik ga een keer, want ik merk dat door de zet van Roel, een geweldige zet van Roel. Ja. Dat wij nogal in een fars zitten. Wij moeten er één doen. Dus ik gooi hem een keer even over een andere boeg. Ik ga, Roel, deze doen. Deze. Want dan gaan we de hoogte in. Dus dan laat je hun gewoon aan zet. Nou, ja. Maar dit is een goede om te claimen, hoor. Zo! Nee, dat is onze Sprite. Kijk eens, die is lekker zeg. Dit is bijna gratis ronde dit. Zo, hij is wel warm, man. Oh, dit is niet warm. Waarom ligt het hier? Jongens. Ja. Wij gaan hem delen. We deden hem lekker. Hey man, ik vind het echt knap dat je dat frietje helemaal in je eentje op hebt. Ja, goed. Zullen we deze doen? Ja. Kijk, dan hebben we hier al twee op een rij en hier twee op een rij. Dan ben je op de helft weer. En daar gaat het om. We gaan het eigenlijk om bouwen. Komt hij in 3, 2, 1. Tjoep! Jezus, oh, jezus. Een hamburger. Het is een kipsatéburger. Oh, wel lekker. Hij is wel lekker, ja. Ik heb nog wel een gaatje over, maar ik zou toch wel wat drinken lusten. Ik had dit heel net ook. Ja, de gewone satéburger. Ik heb kipsaté. Die is ontstaan, Koen? Ik wel. Ik ook. En? Smaaktest? Heerlijk. Is echt heerlijk? Deze is echt heerlijk. Oh, zit ook uitjes op lekker zelf. Wat kan je het woord heerlijk definiëren? Wat proef je precies? Ik proef satésaus. Ja. Met kip, knapperige kip. Ja. Een vers broodje. Ga kijken, maar Rembrandt loopt. Maar, lekker? Nee, echt niet. Oh, iemand daar binnen. Maar nee, we zijn niet open, mevrouw. Milo, als je nou even het laatste opje drinkt, dan mag Rauw eentje doen. Als je om 10 uur s'ochtends voor de shop al staat, of om 10 uur s'ochtends bij de snack. Allebei goed. Roel, jij weet wat nu te doen. Ja. Dat weet je gewoon. Ja, mijn gast. Ja, kom maar, Roel. Niet eens over nadenken, niet eens uitleg maar geven. Gewoon neertjoepen. Oh nee. Wat zit erin? Oh nee. Wat is een milkshake chocola? We pakken al drinken voor je neus. Mag ik één milkshake chocola? Hey man, ze hebben het weer verneukt. Hebben ze het weer verneukt, ja? Ze hebben het weer verneukt. Hé hey, joh. Jawel, je zijn je vier lijn kwijt. Ah joh! Heb je het weer verneukt? Ah, we hebben het verneukt, man. Ja. Kijk, maar wat wij gaan doen, wij zetten hem hier. We hebben 1, 2, 3. Oh ja, nee. Ja! Moeder zijn ja. Hier. Boom. Kom back. Tikken maar. Kom back, jongen. Drink. Ja, maar we gaan nooit twee keer drinken, man, voor we gaan zitten. 3, 2, 1. Kom op. Zit er nee. Oh nee. Nee. Ja, maar dit is dubbele! Kijk, heb je die GoPro? Kom op de bak met de bubbel. Het is geen GoPro, het is een Osmo Action. Oh, wauw. Wat een upgrade. Wat een kutzooi. Maar man, alles voor team, hè? Ga wel je eentje opeten. Nee. Maar man, laat een deal maken. Jij eet deze, eet ik de volgende van jou. Het is zo'n pisbak, maar ik doe het wel voor je. En? Op de pop. Tada! Op de poppie! Ja, weinig keus. Oh, maar dan gaat jullie lijn weg. Gaat jullie lijn weg, hè, Milo? Gaan jullie lijn wel doen? Voor deze keer moet het maar een keer. Kip krokant. Waarom is het zo vies? Alle wat jij doet is zo vies. Ik word er gewoon onpassig van te kijken naar hoe jij iets doet. Dit is echt vies vettig. Ja? Ja. Heerlijk. Welke? Man, trek wat lekkers voor mij uit de muur. Ik ben aan de beurt, hè? Oh. Ik ken het gevaar, hè, mensen. 1, 2, 3, altijd stoppen. En dan moet je soms maar een rood of geel kaartje pakken om de counter eruit te halen. En dat doen wij in dit geval gewoon. Kom op. Alsjeblieft wat drinken. Inshallah. Boom! Burgertje. Hapzaam formaatje, dat kan je aan. Daarom. Jongen, dit smikkel ik zo op, joh. Oh, dit is een heel klein cheeseburgertje. Hoe? Gewoon eentje die geen kwaad kan. Doe maar even eentje die geen kwaad kan. Ik zou dus die daar links, die tweede rij doen. Dat is gewoon om het te maar daar hou je een lijn van hun eruit en wij verliezen er verder niks mee. Ploep. Wat is dit? Een ijskool. Ja, maar wij hebben echt wel de jackpot de hele tijd, hoor. Wat een leuk. Een ijskool Roma's met M&M's. Ik denk dat dit mij meer kilt dan gewoon een kroketje of zo, man. Je moet even bedenken hoe het in je buik gaat. Dit glijdt overal tussendoor. Ik vul net die kleine gaatjes onder. Ja, nee, die kleine in... gaatjes, daar zit die milkshake nu. Ik doe hem hier. Kom hier.
bakje mayo. Het is één plakje cheddar kaas. Wat ik zie eronder zit, een plakje cheddar kaas hoor. Dat is echt helemaal niks. Wij geven niet op, we zijn van de lange adem. En we wachten op weer een blunder. Vals gespeeld. Ik is. Hij het als een sigaretje oprollen. Een baap. Kan ik doen. Dit filmt natuurlijk niet. Nee, daar ben ik wel blij mee. Maar is wel een beetje chemisch. Wanneer jij aan het eten bent, vriend. Nu heb ik vers roomijsje. Ja, daar gaat hij hoor. Buffalo soldier. Dat was een makkelijke ronde. Kijk, dat viel reuze. Dat viel reuze mee en zo'n plakketje. Ja. We gaan weer winnen. Ja hoor, laatste hapje, die is op. Is er iets handig om te doen? Ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken nog. Ja, ik zou rechtsonder doen. Rechtsonder is een goeie. Oeh, wat een lastige dit. Zal ik hem hier doen? En twee naar rechts. Twee naar rechts. Deze? Ja. Is dat dom? Ja, dat is heel dom. Ik zou één van deze twee doen. Hoe? Ik doe deze gewoon. Komt. Ja. 1, 2. Oh, wat een baas. Mijn droomprijs. Ik heb serieus, we zijn over de helft van het spel, ik heb serieus nog echt nog honger gewoon. Zo weinig eten krijgen wij. Je mag wel even aan ruiken, dat lekkere water. Ik ruik eigenlijk bijna niks. Ik ga deze doen. Ja, is goed. Ik ga deze doen. Hup, een gewone kroket. Ik drink even wat water op, man. Ja, ik geef hem maar op. Ik hoef helemaal geen water. Hoef je geen water? We zitten nu in de fase dat we geen water meer hoeven. Jongens, we gaan binnen. Met hoeveel is de vraag? Nou, dat wordt een 3-0, denk ik. Okay. Er is geen kans dat wij niet winnen. Gun je als jij Roel laat zetten zonder dat jij hem helpt? Dan kunnen we nog winnen. Roel mag nu toch? Ja, Roel is. Doe hem even niet helpen. Roel. Even kijken wat hij zelf zegt. Komt Jan, laatste slok? Oh, daar gaat hij. Wat ga je doen, jongen? Ik vind die helemaal niet gek hoor. Maar ook mag niks zeggen, sorry. Kan toch alleen niet dat wij 6 keer achter elkaar drinken krijgen? Een cheeseburger. Had zeker erger gekund. Hé, Matt, ik zit te denken, er rij links naast. Eentje links, gewoon die Wij hebben zijn dus een 3 op een rij, maar wij dus ook. Ja, maar die van hun zit lager, die van ons. Dus in principe zouden we daar nooit problemen mee moeten hebben. Ja hoor! Kom op! Give me something to drink! Meneer, mag ik graag 1 kinderijsje met disco dip? Milo. Is hij op? Hij is op. Sterk neef. In deze area gebeurt het nu. Ja, dat klopt wel, ja. En hier ga ik niet aankomen. Ik zit aan een van deze te denken. Kijk, het sterke hier heeft niet zoveel zin. We moeten hem hier leggen. Zo. Anders hebben zij een schaakmat. Kijk, dan kunnen ze hem zo hier leggen. En dan moeten wij een van die doen. Maar ja, we kunnen nooit allebei dekken. Maar jij snapt hem weer niet. Dus we leggen hem hier. Komt-ie. Een klein kaassoufflé, heerlijk weer. Die is hapklaar, gewoon handzaam. Die kan ik zo in mijn zak meenemen als ik even ergens heen moet. Echt top. Maar kijk. Je mag. We krijgen het een beetje moeilijk nu. Qua kaartjes of qua vullen? Qua posities, het spel. Ik ga hier. Ja, doe jij die maar. In 3, 2, 1. Oh, ja. Is een ijsnee. The little boy from Rosario Santa Fe has just pitched up in heaven. Eindelijk geblest door het spel. Zou ik deze om kunnen wisselen voor een koudere? Hij is een beetje warm. Het is hot tea nou. Tijd voor een lulpraatje. Heb je nou weer je kaassoufflé al op? Het is ongekend. Nu mag Roel weer. Ja, jij niet voor me zeggen. Niet voor me zeggen. Maar Roel wel weer een mooie beurt beslissen. De Duitsers. Ik vind dat zo kut met die dobbelknippen, want door met de schaar. Dan gooi ik hem nog ergens op straat. Het liefst in de sloot. En net zo wachten tot een eend hem opeet, dan ga ik keihard lachen. Weet je wat goed schijnt te zijn? Door de wc spoelen. Ja, dat moet je doen. Dat schijnt het beste zijn, want de filter zit er weer uit. Ik heb wel helemaal poepstront zo over de wc. Roel is dus aan het denken. Als je zo'n leuke wiskunde edit rondom zo. Roel, perfecte zet. Sterk. Nou, er ontstaat daar iets. Ja. Deze is echt goed hoor. Ja, ik zie hem. Hup, geblokt. Gewoon weer een rijtje eruit gehaald voor ze. En dan vriest hij. Ja. Roel, jij bent de held. Nou, en dit is het dan. Jullie kunnen geen kam meer op, joh. Als een rat in de val. Rat in de ral. Als een mat bij het bal. Die snap ik niet. Prom. Oh ja, zo ken ik het wel. Hier, jongen, fris die. Lekker fris, dat is die. Ik geef hem die. Er is zoveel prikken dat fuse die. Oeh, scherp uitje. Oeh, die kaasvleetje is te scherp. Oeh, te veel prikken met fuse die. Jij gaat toch naar de gym van Arie Booms, man? Ja. Stel je wel met je kinderen gaan spelen, dan zie je Arie Boom naar je zin. Ja, dan gaan we van de glijbaan, zie je Arie Boom weer. Als Arie Booms van binnenkomt nu, dan komt er iemand uit de kast nu. Komt goed, jongen. Hebben? Hoe gaven die personen, hoe werden die opgegeven? Deze is zichzelf. Dit is zichzelf. Ja, je gaat dan niet met alles omgaan om uit de kast te trekken. Dat zou leuk zijn. We geven jou binnenkort op. Er komt de Arie Boomsma, denk je net. Ben ik? Hij is op. Simpele ronde dit eigenlijk. Een fusie en een fristie. Hé, maar we hebben niet veel opties. Nee, we hebben nog maar 2 opties of zo. 3 toch? 1, 2, 3. Nou, had Roel deze overgemaakt? Ja. Daar zat een fristie in, dan ga ik niet voor die. Oh, die is wel goed. Die is wel goed. Komt ie. Porsche Mini frikandellen. Porsche Mini frikandellen. Ja, eigenlijk gewoon 2 normale frikandellen. Ze zijn best groot trouwens voor mini frikandellen. Rob zou het nu niet doen. Nee, Rob tekent hiervoor. Deze is nog niet zo gek.
Behalve dat zij dan deze eruit halen. Dan hebben we wel weer deze optie. Ja, dat hebben jullie al lang geen honger meer. Dat is boven mijn fristie, hè? Boven die fristie? Dat was boven mijn fristie. Zal ik dan deze doen? Ik zweer, boven die fristie is sowieso goed. Nee. Komt ie aan, maar deze is echt goed, hè? Ik heb de zomer in Radler 0.0. Radler 0.0. Amstel Radler. Ik drink het dus best vaak, Radler 0.0. Arie, kom maar. Uw zoon is homo. Ik heb er al 3 op. Ja, ik ook. Ja, dat was 1 op. 2. Ik ga voor nummer 3 in. Run. Hoppa. Weet je dat die professionele schakers, die verbranden echt heel veel calorieën, want die zoveel zet aan het denken zijn. Echt waar. Dat hebben wij nu dus ook. Daarom gaat het stuk makkelijker. Dat lijkt me echt boos. Wanneer je zo dun bent. Jij denkt altijd stappen vooruit, gewoon over alles. Jij is dun. Ik had erop te wachten. Noem maar in je mond. Hop. Jij roept al 50 keer dat die boven de frisje zo goed gaat zijn. Die boven de frisje is sowieso goed. Trek je er toch een beuken van een burger uit, jongen. Komt ie, hè? Beuken van een burger. Let op. 3, 2, 1. Huh? Het is een milkshake aardbei. Nee, ja, joh. Hele heerlijke romige melk. Stel, wij leggen hem, hè. Dan moeten jullie hem leggen, want dan ligt hij van ons. Moeten wij hem leggen, want dan ligt hij er van jullie. En dan leggen wij... Dan leggen wij er weer op. Nee, want dan hadden wij wel 4 op rij, toch, Friedpan? Heb je toch niet 4 op rij? Jawel, jongen. Dan liggen toch 3 rooien van ons naast elkaar? Ja, maar die blokken wij dan toch? Je zegt net dat wij die moesten leggen. Wij, jullie. Oh nee. Trekt hij weer even. Sorry hoor, sorry. Sorry hoor. Maar hij knipt er echt uit. Kroketje. Dat is zo'n vitaaltje toch? Dat zou kunnen. Wat is dit? Ik weet niet, ik zit zo vol. Zit je vol? Oh, ja, dan ga je niet winnen, hè, als je wil moet stoppen. Zie dit dan als jouw laatste zet. Zo? Ja. Ja, ik heb natuurlijk maar 1 optie, dat is deze, anders winnen ze. Wat ook goed uitkomt, want daarna zijn zij weer en die zitten allemaal vol. Dus ik moet zeggen, we hebben weer geen pech. Maar we kunnen natuurlijk altijd wel pech hebben als hier een enorme burger in zit. Maar ik heb zo het vermoeden dat hier wel deze grote, goede prijs in zou kunnen zitten. Wat heb je? Een Red Bulletje! Jezus, aardig man! Lekker zeg! Die had ik ook gewild. We gaan winnen! We zetten wij gewoon het hele spel achter de feiten aanlopen, omdat we het begin zo 3 op een rij gingen doen, wat echt zo slecht is. En daardoor gaan we nu wel winnen. Maar ja, met zo'n teammate heb je geen vijanden nodig. Als jullie misschien niet meer willen eten, dan hebben wij dus gewoon gewonnen. Ik kan nog van alles op hoor. Sterker nog, ik ga hem even op de lauwe adem spelen. Hoe? Zo'n spiraaltje mag echt eerder op. Wat doe je er lang over? Mijn laatste hap. En? Laatste hap hoor jongen, prima. Ik kan niet meer normaal nadenken. Ik kan nog steeds niet. Wat heb je nou zo'n team aan? Die heeft 4 keer drinken gehad, hè, die gast. Hoe? Hier gaan de mannen zich van de jongens onderscheiden. Ik neem hem van je over. Je mag rusten. Als je zo meteen toch weer eetlust krijgt, niet, is het goed. Ik pak hem voor jou over. De enige waar ik bang voor ben, Roem, is dat wij niet gaan winnen. Als ik zo kijk, ik heb een beetje zitten rekenen. Het wordt moeilijk. En waar ik ook bang voor ben, is dat hierboven staat allemaal lekkere drankjes. En hieronder staat allemaal burgers. Al heel veel burgers, groot en bakken friet met heel veel saus en zo. En ik ben echt bang dat hier echt heel, heel groot eten is. Heel groot eten. Bruh. 4 bitterballen. In deze fase van de strijd tekenen we daarvoor. Jullie gaan meteen? Dan gaan we meteen hoor. Wat zal ik eens doen? Wacht eens even. Dit creëert ook heel erg kansen voor ons. Ja, dit creëert kansen. Ja. Dit creëert kansen. We hebben er een kans aan. Als jullie hem hier zouden leggen. Hé! Hey. Daar zijn we er al! Nee joh! Ja! We gaan binnen. Ja, dan ga ik naar links weer. Dan ga ik weer naar links. Dan gaat hij er voor de lange adem. Ja, hij komt de lange adem spelen op de eetlust. Maar ik speel nu 1 tegen 2. Dat is ook niet echt ideaal. Komt hij in 3, 2, 1. Hup! Een ijs-corona-ijs draaien met karamelseesaus. Hoeveel mannen wil je hebben, man? Je hebt al 15 drankjes of zo. Heen, maar kan niet geloven wat je ziet. Een gebied vol verdriet, hele wijk is failliet. Kijk eens hoe heerlijk het toef met karamel. Dit is voor jullie geen lekker hoor, dit. Nee, een beetje bitterballen, joh. Ik heb al de helft op, hè. 3/4 al. Jullie kunnen hem beter opgeven. We zijn zo dicht bij deze overwinning. Ja, maar we gaan echt niet opgeven. We hebben al gewonnen. Het is echt puur op volume dat we niet kunnen winnen. Deze twee kan ik helemaal niet. Die kan ik niet doen. Dan zijn we klaar. Ik ga deze kant op. Ja, je gaat echt een lange adem. Maar ik ga het op eten dus gewoon winnen. Geen dag erop. Ik kan nog zoveel eten. Ik heb nog niet eens iets gegeten. Dit zal toch niet groot zijn wat hierin zit. Dit is niet onbelangrijk. Ja. 4 bitterballen. Oh, geniaal. Oeh, jezus. Ik ga over mijn gier zo. Je haalt op eten dus niet winnen van mij. Nee, maar wel maar. Oh, niet op een rij. Maar ik kan echt nog heel veel eten. Ja, ik ook. Echt, ik deed het ook te moeilijk had, maar echt helemaal niet. Ben je echt nog makkelijker? Ja, echt makkelijker. Ik ook. Alleen als ik 1 op burger krijg... Wow, wat is die dik! Dat is mooi, nu kan ik even bijkomen. Ja. Niet dat het nodig is hoor. Helemaal niet. Kun je niet even een paar hapjes helpen? Ja, kom maar. Hey! Ik heb een psychose. Er zit gewoon geen beweging meer in mijn buik nu. Het is 1 blok beton. Heb je geen last van je tanden? Ja, maar dan moet je gewoon even doorheen. Als je echt wil... Binnen.
Over psychoses gesproken. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we verdwaald in... Oh, dit is al een grote toef. Hoppa! Oké, nou ja, voor mij is het duidelijk. Ik ga ook geen tijd verspillen. Het moet iets groots zijn. Het moet iets groots zijn. Een kroket. Ah, dat is te doen, dat is te doen. Maar luister, ik zit er helemaal lekker in, jongen. Ik eet dat ding zo op. Milo, jij bent aan de beurt. Het gaat er echt alleen om dat dit niet iets groots is qua eten. De hoge vakjes zijn meestal wel gunstig geweest. Ja! Nee! Ja! Nee! Boem! Hoho! Kantelmomentje dit. Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Sorry, het gaat niet helemaal goed met mij. Ik heb het kroketje vies, joh. Dit is helemaal zo'n hap in. Wat? Als je stoer bent. Time to shine. Getankt op. Ik heb geen keus, ik moet hem hier leggen. Ik ga aan het drinken. Dan gaat dit iets goeds zijn. Ja! Ja! Broodje, please. Heerlijk. Die was even nodig. Boom! Geloof mij, ik krijg dit op. Maar we gaan het niet verliezen. We gaan deze echt niet verliezen. We gaan gewoon niet verliezen aan die klootzakken. Op! Ik ga links, ik ga op de lange adem. Ik heb vertrouwen in mijn eigen eetlust. Dit zit laag en laag staat al die burgers en grote dingen. Dit is natuurlijk sowieso kut. Nou, man, komt hij aan. Dit is een hele grote beuker. Ik poep echt bijna in mijn broek. Maar kun je nog helpen? Vind je echt helemaal vol? Ja, maar ik heb echt nodig voor die volgende. Die volgende gaat niet komen. Zolang ze die niet op hebben, hebben wij gewonnen. Meneer, wilt u een hapje helpen? Nee, oké. Wat een fucking lelijk kind. Ik heb drie gehandicapte kinderen thuis zitten. Van mijn 12 tot mijn 24ste ben ik dagelijks in elkaar geslagen. Je kan. Oh. Als jullie nu al niet meer kunnen, dan zou je beter opgeven. Ik kan er nog wel vijf. Koen, jij wordt de held van de video. Je hebt 4-5 frikandellen op vandaag. Oh, ik begin met de bovenkantje. Ik ga helemaal dood hier. Ik zit er helemaal lekker in, jongen. Ik eet dat ding zo op. Heb je iemand doorgeslikt? Nee, hè? Volgens mij niet. Op. Kut. Ga je opgeven? Ga je opgeven? Je kan zo'n tja. We gaan het nee niet worden. Want we gaan het niet doen. Ik heb nog niet eens iets gegeten. Ik ga op, jongen. Yeah. Ik ben helemaal Ik heb echt niet meer weg. Universiteit, mensen, maak je school af, je ziet het maar weer. Ongelooflijk maar waar, wie had dat verwacht? We hebben gewonnen. Ik vind het jammer dat we het niet uit hebben kunnen spelen, want dat was nog satisfying. Nee, doe het toch nog een potje? Nog een potje? Nee. Hey. We hebben vier op een rij gespeeld, we moesten alles opeten, kijk. Toch niet de midden voor Johan Merckx, hè? Nee. Van de grens, psychopaat. Het is mafkes. Ja, klopt. Zeker. Wij gaan even doorfilmen.